Ben je er klaar voor, Boezemin Bas? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja hoor. Ik ben benieuwd wat er komen gaat vandaag. Ja. Maar we gaan in ieder geval leren hoe je een vuur maakt. Zonder vuur. we gaan gewoon leren wat die allemaal eten hier in het bush. Ik ben nog niks eetbaars tegengekomen, maar kennelijk kunnen zij hier van elke struik leven. Tjubbe. Yes! Les 1. Hoe maak je vuur? Met een boom die je in Nederland niet hebt. Ja, dat is dan wel jammer. Je moet dat stokjes meenemen. Twee broers op de vlucht voor het Westen. Samen op zoek naar omgekeerde ontwikkelingshulp. Want in Afrika, daar zijn ze toch gelukkig. San communities are hunter gatherers. They used to hunt and gather food from the bush in the past. And I must say that up to today, there are some communities who refuse to change in some countries and some areas. They still maintain to hunt and gather. I think they are happy the way how they are. For example, once you are together, you make fun, you laugh. San are really peaceful people. Is one arrow enough to kill an antelope or? Is anything. Yeah? Because of the poison. Because of the poison. Het wordt gewoon goed eten vanavond, denk ik, Bas. Ja. Kijk in nog twee. With the sun, everything was done in a sustainable manner. You don't distract the nature. So once you take something, you have to put it back for other generations also to make use of it. Ze graven dus ook wortels op, een soort dikke wortels, waar een plantje uitkomt. Maar daarna breken ze het plantje af en doen ze het weer in de grond, zodat het plantje weer, als het gaat regenen, weer doorgroeit en weer een nieuwe wortel maakt. Maar ja, die plantjes die groeien hier overal. Dus ze doen het niet per se voor zichzelf. Ze doen het voor degene die de volgende keer langskomt. Voor hetzelfde geld komen ze nooit meer langs op zo'n plek. Dus dat is wel aardig van ze. Dat ze doen. Ik ga ook een paar besjes eten. It is a culture of sharing. Whatever small thing you have, you share. Because they don't see thing as this is my thing. As an individual, it's a collective thing. Because in the bush, you go, you gather freely, so they don't really go for selfishness to say that this is mine alone and I will eat it alone or whatsoever. But money, you know, one cannot say that, some communities, you know, doesn't care about, no. When this new stuff has been introduced to them, you know, everybody loves money and they want to own it. So. They didn't have it in the past, and maybe that is the reason why greediness was not there. How do you think we can be happy without thinking about money all the time? With money, you can still have stress, you can have many, many problems. You can have a lot of money, but still commit suicide. Money actually doesn't buy peace, and money is not everything, it's just a small slice of life. As long as you have peace of mind and you are happy with yourselves, happiness will be there. Thank you.
Lekker man, die besjes van die bushmen. Oh.